Met WhatsApp kun je contact houden met mensen op afstand. Dat kun je bijvoorbeeld hier rechts onderin doen door op het microfoontje te klikken. Je maakt dan een spraakbericht die je kan versturen naar vrienden of familie. Of je kan bellen. Dat kan je doen met het telefoontje. Dan doe je alleen een spraakverbinding of met de camera. En daar ga ik nu even op drukken. En dan krijg je ook beeld erbij. Hij is nu Carla aan het bellen. Hoe goed dit lukt hangt af van zowel mijn internet als Carla haar internet. Je kunt nog ophangen door op de rode knop te drukken als je een verkeerd iemand hebt gebeld. Maar we gaan nu even wachten totdat Carla opneemt. Hi Carla! Hi! Nou, het is heel gezellig om zo met Carla te bellen natuurlijk. Maar als we ook nog iemand anders willen uitnodigen, bijvoorbeeld Chris, dan drukken we op het scherm. Dan staat hier bovenin een poppetje met een plusje. Daar druk ik nu op. Dan ga ik even zoeken, want anders zien jullie al mijn contacten. Dus dat doe ik even buiten beeld. Maar dan zoek je de persoon die je wilt toevoegen, in dit geval Chris. Dan vraagt hij, wil je Chris toevoegen aan de groepsoproep? En dan druk ik op toevoegen. Nu draai ik hem weer om, zodat je het kan zien. En nu is hij hier ook Chris aan het bellen. Dus Carla staat bovenin. Chris komt hopelijk aan de andere kant. Kijk, en daar is Chris. Hallo Chris. Nou, je ziet ze reageren terug. Dus zij horen mij en ik hoor hun. En zo kunnen we met z'n drieën of zelfs met z'n vieren wel videobellen. En dat is eigenlijk heel gezellig, of niet jongens? Yes, zeker. Doei! Doei!